Het sluitstuk van speelronde 12 in de keukenkampioendivisie. Rode JC ontvangt Emmen. Begonnen aan de speelronde als nummer 6 en 4. Na de wedstrijden van gisteren zijn het de nummer 7 en 4. En een interessante wedstrijd. Ja, omdat het twee ploegen zijn die graag zelf voetballen. Die af en toe heel leuk voetballen, maar toch ook omdat de bovenste ploegen allemaal wisten te winnen dit weekend in de keukenkampioendivisie. En dat in ieder geval de winnaar van dit duel daar aansluiting bij houdt. Twee ploegen in vorm ook. Maar eens kijken naar de opstelling van Roda. Die is precies hetzelfde als in de voorgaande wedstrijd. Emmers scoorde vorig weekend in beide wedstrijden die Roda speelde. Tegen Jong PSV 2-2 op vrijdag. En tegen Jong Utrecht 2-1 winst op maandag. Roda won 3 van de laatste 5 wedstrijden. Emmen doet het nog iets beter, won 5 van de laatste 6. Scheidsrechter is Paul van Boekel. Bij Emmen wel wat andere namen in de opstelling. Araujo is weer terug. Centraal achterin gaat ten koste van Miguel. Miste 2 duels. De Peruaan. En op het middenveld zien we Bernadou. Speelt in plaats van El Azouzi. Bijen en Garcius nog afwezig bij Emmen. Jeff Hardeveld terug op de bank. Goeie bal. En Vlak met wat ruimte. Kan het misschien wel gaan proberen. Vlak, zwabberbal en losgelaten door de Boer. Hilterman onderuit ging rond de penaltystip. En er ineens heel veel ruimte was voor Jari Vlak. Er zit een aardige zwabber aan die bal. Van Ooyen. Jensen wist niet precies waar Hilterman was en had misschien ook gerekend op zijn keeper. Zodoende krijgt Emmen de eerste corner van deze wedstrijd. Veldmaten naar de eerste paal. Daar gaat de bal overheen. En de kopbal is van Hilterman. En dan is de bal over de lijn geweest. En is het laatste zetje dan gegeven door Vlak? Ik denk het wel. Nu is alleen de vraag of die kopbal van Hilterman al over de lijn was. Want die is het die kopt. Nee, die wordt nog tegengehouden door de Boer. En dan Vlak op de goede plek. En de grensrechter was vrij snel met de vlag in de lucht steken. En terecht. Want die bal is inderdaad over de lijn. Mag verder. Bouchouari naar Pfluken. Vente kon niet. Dit kan wel. En daar is de kans voor Roda. En is daar dan ook gelijk de 1-1? Jazeker. Dylan Vente. Heel snel Roda weer langs zij. Goed gezien van Pfluken. Weer zo'n gebogen balletje. Het overzicht van Emmers. En gewacht door Vente. Uitstekend afgemaakt door Roda. En in het bijzonder door Vente. Die eigenlijk met die aanname de keeper op de grond legt. Het goede goal. En er staat een ouderwets treintje van 5 Roda-spelers. Die wat van plan zijn bij die corner van Robert Klaassen. Het treintje vliegt alle kanten op. En wie gaat er dan koppen? Marzo. Limbombe. Lekker gedraaid door Emmers. En gelijk voorgegooid. Araujo die geeft hem zo aan Vente. En de redding is geweldig van Brouwer. Om zodoende de tweede van Vente en de tweede van Roda te voorkomen. Oh, die gaat in één keer richting de verre hoek. Van Klaassen. Dus opnieuw Brouwer. Daarbij misschien ook een beetje gehinderd door de zon. Hier Emmers redelijk vrijgelaten door Emmen. Absalem. Goeie bal. Pfluken in één keer naar Limbombe. Marzo eroverheen. Limbombe probeert het zelf. Aardige poging.
Hilterman. Sluiting van Klaassen. Voordeel gegeven door Van Boekel. Burnett. Handige lichaamsschuimbeweging. En nog één. Dat gaat redelijk makkelijk voor Burnett. De voorzet is best aardig. En daar is Vlak met de schietkans en de redding van de Boer. Daar is dan ineens weer Emmen. Dat zich eigenlijk sinds ze op een 1-0 voorsprong zijn gekomen niet meer heeft laten zien in de buurt van het Roda doel. Ja, Joe naar Rui Mendes. Die heeft wat ruimte. Kiest voor een heel handig balletje. Oh, Marzo die kopt hem in zijn eigen doel. Dat is toch niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat het door de twijfel komt of hij die bal moet laten gaan of dat hij hem weg moet koppen. Daar kiest hij eigenlijk geen route in. En dan, is het uiteindelijk wel een poging om die bal over de achterlijn te koppen. Maar moet je dat niet binnen je eigen palen doen. Dit is wel heel klungelig van Stefano Marzo. Vente. Spel verlegd naar Limbombe, dat is goed gedaan. Dan kunnen de doelpuntenmakers positie gaan kiezen bij Roda. Duurt het wel even voordat de bal er komt. Nu Fluken. Dat is een van die doelpuntenmakers. Bal aangeraakt en ternauwernood Brouwer. Hier gaat Vente. Dat is een uitstekende bal van Bouchouari. Vente is alleen. Nu komt Emmers. Kiest voor het puntertje. En dan heeft Brouwer hem. Op het moment dat Vente het nog een keer probeert. Dan krijgt Vente geel. Vanwege die tweede poging. Toen Brouwer al in ieder geval één hand op de bal had. Want hij heeft hem echt maar net. Misschien maar half Brouwer. En om daar Vente dan geel voor te geven. Een beetje overdreven. Hier is Plukken, die natuurlijk voor zijn linker heeft. Plukken goed geschoten. Brouwer nog een keer Plukken en die een stuk minder goed geraakt. Want Rui Mendes uit de rug van Absalem. Die dan een poging doet om bij de bal te komen. Daar niet echt in slaagt, maar in ieder geval voor hem de belangrijkste taak uitvoert. Namelijk Rui Mendes onschadelijk maken. Gaat hij weer. Geen buitenspel. Van Ooyen bij de tweede paal. En die bal blijft liggen. Van Ooyen. Moeilijke hoek. Raakt de buitenkant van de paal. Mendes wordt weggestuurd. Die wacht lang. En dan via de vingertoppen van de Boer en een vallende Marzo de bal ineens bij Van Ooyen. Wel wat mensen in de warming-up lopen, Lucky. Een stuk of vijf. Ja, misschien dat Bernardou nog geen hele wedstrijd kan spelen. Misschien dat hij wat extra defensieve zekerheid wil inbrengen, Lucky. Voorlopig staan dezelfde elf er nog. En is hier Vente. En één keer voor, daar is Seintje en Brouwer. Koppen tegen elkaar. Seintje en Burnett. Een kop kleiner dan Jeremy Seintje. Absalem, misverstandje. Nu de bal op de hak bij Rui Mendes. En deze is net te hard voor Plukken van Bouchouari. Goed, wel binnengehouden en dan dit. Het was meer veld dan bal bij Jubitana. Goed verlengd door Jubitana. Vente. Met de kapbeweging. Vente in de korte hoek en de paal geraakt. Nadat Emma al een keer de paal raakte via Van Ooyen. Nu Vente namens de thuisploeg.
Fluke. Verdedigd door Emmen. Bouchouari eerder bij de bal. Het veld is daar dramatisch. De bal komt voor en bijna Jensen. Raakt hem nog wel. Daardoor kan Venten hem binnenhouden. Die gaat ook weer bijna op zijn snuffert. Burnett en kramp bij Venten. Als Asenoen er vandoor gaat, dan moet Seintje in de achtervolging. Streppel gaat ook zijn laatste wissel nog inbrengen. Daryl Werker. En die komt voor Venten. Die kan echt niet meer verder. Vol in de kramp dat rechterbeen. Ingooi Joppe. Vol druk daar in de 16. Nog een keer Joppe. Verlengd door Vossenbelt. Oh, Jensen. Stond daar heel erg vrij. Hier is Hilterman. Bal gezet door Joppe. Laatste keer Roda. In één keer naar voren. Seintje, Vossenbelt. En dan heeft Emmen de bal. Kijkt Van Boekel op zijn horloge. En is het afgelopen in Kerkrade. Wint Emmen met 2-1. Een stand die al bij rust bereikt was. En dus is daar de volgende zege. De zesde in de laatste 7 wedstrijden voor Emmen. Dat is heel knap. Het is ook de 4e uitzege op rij dus. En blijft Roda met een kater achter in eigen huis.